laat de tweede wedstrijd eens beginnen. Binnen dan 3 minuten voor de start van het juniorenkampioenschap van de NMG. Ja, we hebben hier in de Noorden ongelooflijk veel organisatietalent. Of het nou de kampioenschappen waren. Ik kom op, Erik. Zet hem op, Erik! Kom op, Robertje! Nummer 28 is het Henk Reinders, de man uit het Drentse Ruinerrood. Hij in die eerste doorkomst op de drift geraakt. We hebben dus nummer 13, de Jim van Empel, die zich te melden na afloop van de wedstrijd bij de jury. Neutrale wagen is aangesloten, het peloton weer op drift. Nash. Op dit moment is de neutrale materiaalwagen achter de 3 koplopers geplaatst en we zien de... Drie voor de 1, naar verluid. Mijn chauffeur is goed geïnformeerd. Heeft de witte wagen van de Vrouwelijk Huis, die zit in trek. Oké, dankjewel, Nelly. Zes achtervolgers op 15 seconden, het peloton op daar vlak achter Madrid. We hebben op dit moment 3 leiders op 15 seconden, 6 achtervolgers en daarachter op een secondje of 3 het peloton. 300, zijn onderweg. Voor de 3, Nelly, die nummer 27 komt wel even terug, hè. Wordt afgeweerd, hij zit vlak aan de kleur. Je neemt het toch voorbij. Peloton inmiddels op 30 seconden achter de 3 leiders. De sneller dan de tijd.
16 minuten, 57 seconden en 39 kilometer op volle wielen. Lastig rijden voor de man aan de leiding, omdat het gebouw gebeurt. Er is gewoon wegdekken, slachtoffer maar opgedroogd zijn. En dan had een nachtje weggelopen. Kunnen mijn vrienden naar voren? Gaan we dat weer gaan doen op dit moment, wat goede wegen nu zijn. Goede wegen,
hij zit daar in de derde strek, hier toe benoemd, en gaat hier een tent aan zetten. Oh, fuck, wat hij! Wat hij is hier aan de boven! We gaan kijken hoe zich dat dan hier ontwikkelt. We zien dat twee mannen zijn die hier in het rechtsgelijke zijn. Die gaat hier de Nederlandse kampioen worden. Er komt daar Sam Gondry. Sam Gondry wordt 1. 2 heb ik even niet gezien. Derde is Steven Lambertin. 2 en 3. Van die kopgroep. Die is er al uitgevallen. Die is dan die man die het is zo slaat te vallen dat hij niet meer mee mocht doen. En hier komt de groep met de verslagen mannen met de Nico Koppel. Die mannen hebben het niet kunnen halen. Zijn steeds vrij van zinnen. De Nederlandse kampioen 2011 heet Stan Gondry. En dus is het wachten op de overige. Ja, dan mag u echt een enorm applaus opgeven als je in de finale. Ja, zo regelt zich dat. Stel, we rijden daar in het laatste stuk. Nog een valpartij en dan? Ja. En Twan trok hem super aan. En ik kon mooi uit wiel komen. En gelukkig was het sterkste. Ja, ja. Heel mooi, ja. Hartstikke mooi, man. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Hey, Jan, Stan. Ja. Onze kampioen heet Stan Gondry. Kom eens, Dylan. Ja, je komt op die streep af en dan denk je, eigenlijk moet ik het winnen, want ik ben snel. Ja, dat denk je, ja, maar dan word je het niet. Nee, en dat is toch teleurstellend. Dat zeker. Ja. Kun je leven met Stan als kampioen? Ja, dat zeker als goed. Dat zeker wel. Nou, in ieder geval, jij toont je heel sportief en zo wordt het ook. Ben ik nou helemaal nat? Nou, dat maakt niet uit. Het is morgen wel weer droog. Dankjewel. Goed. Ga ik even naar Steven Lammertink. Ja, wat heb jij het vaak geprobeerd, zeg? Ja. En dan? Ja, dat lukt hem. Stan. En wat gaat er dan op het allerlaatst nog mis? Want ze rijden toch een paar meter voor je. Je kunt even die aansluiting niet krijgen. Nee, jammer niet. Volgend jaar beter, kan ik wel zeggen. Maar dan ben je belofte. Ja, klopt. Op het moment dat je aan die sprint begint, wat is dan jouw idee? Ja, ik ging ongeveer 200 meter per streep aan. Ja, Twan die zette me gewoon perfect af. En Dylan zat nog in mijn wiel en ik ging gewoon, ja, gewoon vol. En ja, gelukkig heb ik het kunnen halen, dus ik ben super blij. Ja. Want hij kwam wel opzetten. Ja, ja, zeker. Had je met hem op de meeste rekening gehouden? Ja, een beetje wel. Dylan kan gewoon super snel sprinten, dus ik vind het heel mooi dat ik het zo even kan afmaken. Ja. Ja. Jullie zitten met 9 man voorop, er zit een groep van 8 vlak achter, met Van Poppel. Ja, en we zaten met 3 van ons van WV erbij. Ja, ik vind ook gewoon keihard hebben gereden en het heeft heel mooi uitgepakt voor ons team. Ja. Ik feliciteer jou met een fantastisch Nederlands kampioenschap, Stan Gondry. Een heel mooi podium, dames en heren. U mag er nog heel even van genieten. Stan Gondry in het midden, herkenbaar aan het rood-wit-blauw. Dylan Groenewegen en 2 teleurgestelden, moet ik eigenlijk zeggen. Want de tweede teleurstelling staat hier aan de linkerkant. Steven Lammertin. Maar ik denk, jongens, als jullie morgen wakker worden, dat je denkt, het is nog niet zo slecht.